Je kunt wel alleen in huis gaan zitten, maar het is lang niet zo leuk als dit eigenlijk, dat je dit samen mee kunt maken. Ja. Op meerdere plekken in de Achterhoek werd maandagavond gezamenlijk gekeken naar de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Zo ook bij de nieuwe multifunctionele accommodatie De Braamt in Braamt. Voetballiefhebber Fred Baars, vriend van Louis van Gaal, was maandagavond ook aanwezig. Er is al meer dan 30 jaar een vriendschap. En ik heb hem overal gesteund. Alleen nu doe ik dat via de app of via de e-mail. En dat vind ik nog steeds prachtig. De Braamt is een nieuwe ontmoetingsplek voor alle inwoners, omdat er in Braamt geen horeca meer is. Volgens vrijwilliger Theo Hunting was er vooral vanuit jongeren de vraag om dit te organiseren. Dan krijg je toch een binding met jong en oud eigenlijk. En dat is de bedoeling van een dorpshuis eigenlijk. Ja. We hebben geluk dat we multifunctioneel zijn, dus iedereen is welkom. Ik vind dit prachtig. Een nieuwe multifunctionele gebouw. En dan is het leuk dat er activiteiten zijn. En een van die activiteiten is nu oranje aanmoedigen. Geweldig. Tot de laatste minuut zaten de inwoners van Braamt in spanning naar de wedstrijd te kijken. Ik zei elke keer nog, we krijgen dadelijk een doelpunt. En ik kon zien dat Senegal op een gegeven moment een paar ballen aan de outline. Ik zei, die worden vermoeid. Dus ja, dan moet je toch nog een klein beetje geluk hebben. En ik moet ook een complimentje maken aan de bondscoach. Dat hij met Noppert nog een goede keuze heeft gemaakt vandaag. Oranje won uiteindelijk met 0-2. Een uitslag die van tevoren is voorspeld door Baars. Voordat de wedstrijd begon, heeft hij Van Gaal nog succes gewenst. Ik heb hem vandaag ook bericht gedaan en succes gewenst en veel voetbalplezier. En dan krijg je keurig van Truus en Louis een berichtje terug van dank. En jullie ook heel veel plezier. Maar lieve groeten vanuit Qatar. Baars hoopt dat het toernooi ook nog een achterhoekstintje krijgt. Ja, Luc de Jong, ja zeker. Men kijkt hier met veel plezier naar Luc de Jong. Dus ja, ik zou het fantastisch vinden dat hij nog een paar invalbeurten krijgt. En waarbij die belangrijke doelpunten maakt of voorbereidt.